allemaal en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Nou, zoals je al aan de titel hebt gezien, ik ga dus verhuizen. Of nou ja, wij gaan verhuizen, gewoon ik met mijn hele gezin. Ik weet het eigenlijk al best lang, maar het had niet zoveel zin om het een jaar geleden al te vertellen, want dan duurde het echt nog heel lang. En ja, nu komt het er gewoon al bijna aan. Ik heb het al wel een paar keer gezegd op TikTok of in een live, dus een paar mensen weten het waarschijnlijk al. Maar ik wil er gewoon eventjes een YouTube video over maken om gewoon even alles aan iedereen uit te leggen, want anders denken mensen allemaal, huh? Ga je verhuizen? Sinds nu ga je verhuizen. Want er komen namelijk ook allemaal vlogs aan en zo. En ik ga alles helemaal voor jullie filmen. Dus daar heb ik echt super veel zin in. Dat vragen ook heel veel mensen van, komen er verhuisvlogs aan? En ja, natuurlijk komen er verhuisvlogs aan. Dus ik ga allemaal leuke vlogs maken en filmpjes en zo. En hoe mijn kamer eruit gaat zien, allemaal dat soort dingen. Dus in deze video ga ik eventjes alles beantwoorden, zodat jullie wat meer weten. Nou, we beginnen met de vraag, waarom gaan jullie verhuizen? Dat is eigenlijk wel de meest gestelde vraag. Nou, er is niet echt één grote reden waarom we gaan verhuizen. Dat is meestal als je gaat verhuizen, dan zijn er gewoon meerdere redenen waarom je gaat verhuizen. Maar het is vooral gewoon dat we heel graag terug wilden naar waar we eerst woonden. We wonen hier nu bijna 4 jaar. Ja, daar kennen we gewoon heel veel mensen waar we eerst woonden. En daar ben ik ook opgegroeid. Dus dat is gewoon, ja, daar willen wij eigenlijk heel graag naar terug. En er zijn nog wel meer redenen, maar dit is eigenlijk gewoon een van de grootste redenen. Ik ga niet alles helemaal uitgebreid uitleggen. Wat ik ook een paar keer als vraag kreeg is van, je kamer is toch net af en jij hebt toch net een nieuwe ingegraven trampoline, allemaal dat soort dingen. Maar jongens, ik weet niet hoe jullie erbij komen dat mijn kamer net af is, want die is nooit af geweest. Alles was er wel weer iets dat ik nog moest veranderen of dat er niet uitzag of waar ik nog iets voor moest bedenken of dat ik nog iets nieuws moest kopen. Iedere keer veranderde ik weer een beetje de stijl met een paar kleine dingen, maar ja, het is gewoon nooit af geweest en nooit eigenlijk zoals ik het wilde geweest. En ja, soms kocht ik er dan eens bij, zoals bijvoorbeeld dit bed, maar dit bed gaat gewoon mee naar het nieuwe huis, dus dat maakt allemaal niet uit. En de trampoline die hebben we denk ik nu alweer 2 jaar en die wordt gewoon, ja, eigenlijk overgenomen door de mensen die in dit huis gaan wonen. Want ja, je gaat niet even de hele trampoline eruit halen en meenemen en zitten ze met een heel gat. En in ons nieuwe huis in de tuin zit ook gewoon een trampoline ingegraven, maar dan een vierkante. We wilden hem eerst echt aan het begin, toen we echt net wisten dat we gingen verhuizen, dachten we helemaal van, oh, maar dan wil ik wel trampoline mee, of in ieder geval dezelfde weer kopen, want we waren helemaal blij daarmee toen we die trampoline hadden gekregen die we nu hebben. Maar eigenlijk de laatste tijd springen wij er bijna nooit meer op, alleen mijn broertje soms nog, dus voor mij maakt het niet heel veel uit. Dus we houden gewoon die trampoline in het nieuwe huis die er al is ingegraven en die blijft er dan gewoon in. We gaan niet helemaal een nieuwe kopen of zo. Nou, dan vroegen natuurlijk ook heel veel mensen, wanneer gaan jullie verhuizen? En nou, het is vandaag donderdag, 24 maart is het vandaag. En wij krijgen volgende week, eind volgende week, krijgen we de sleutel van ons nieuwe huis. Dus dan, ja, ik noem het steeds van, ja, dan gaan we verhuizen. Maar natuurlijk, het verhuizen begint dan nog niet, want dan krijgen we de sleutel. Dus dan hebben we zeg maar 2 huizen en dat duurt dan ongeveer. Het duurt dan een paar weken en hebben we even 2 huizen. En in die tijd, want er wordt nog best wel veel gedaan in het nieuwe huis. Dus het is niet dat we dan al meteen spullen gaan verhuizen. We gaan dan eigenlijk, gaan alle mensen aan de slag in ons huis. Dus mensen die de keuken erin zetten. Mensen die, want we gaan, het is geen nieuw huis trouwens, het is wel een bestaand huis, maar nog wel best wel nieuw. Maar we gaan de keuken vervangen, we gaan best wel veel dingen doen. We gaan uitbouwen, de vloer vervangen, we gaan echt nog best wel veel doen, hadden we niet verwacht eigenlijk. Dat gebeurt eigenlijk dan allemaal in die weken. En dan in de laatste week denk ik of zo, zeg maar, dus als wij bijna ook uit dit huis moeten, dan gaan wij eigenlijk alle spullen verhuizen. Dus dan gaan we echt verhuizen. Dus in ieder geval over een paar weken gewoon dat we ook echt gaan verhuizen. En over een week krijgen we de sleutel. Dus daar neem ik jullie ook allemaal mee naar het nieuwe huis. En dat het helemaal leeg is. En dan film ik alles. Maar ik moet even kijken, want er zijn natuurlijk allemaal mensen aan het werk daar. Dan de vraag, welke stijl ga je doen in je nieuwe kamer? Nou, ik vind het echt helemaal leuk dat ik mijn kamer weer helemaal opnieuw kan inrichten. Dat had ik bij deze kamer ook toen we hier naar gingen verhuizen. Maar dat is een beetje misgegaan. Je denkt misschien, waarom misgegaan? En misschien denk je bij dit van, oh, het ziet er toch leuk uit. Maar dit is echt het enige er een beetje normaal uitziet. De rest is echt, vooral nu, alles ligt helemaal overhoop. Maar dat komt ook omdat ik denk, ja, ik ga het niet helemaal opruimen. Want sommige dingen die liggen daar omdat ze dan al ingepakt zijn en zo. Dus sommige dingen kun je ook gewoon niet opruimen. Dan moet ik gewoon wachten tot we gaan verhuizen. Maar mijn nieuwe kamer, dat wordt wel weer een iets andere stijl. Dit is echt met heel veel wit. En ik heb ook een grijsblauwe muur. Ik weet niet waarom ik dat zo wou. Ik wou dat helemaal. Maar dit is echt met heel veel wit. En ik vind dat gewoon veel te kil of zo. Ik vind het helemaal niet leuk. Dus mijn nieuwe kamer wordt echt met meer met zwart. En beige vooral. En een beetje van die pluim die ik hier ook bijvoorbeeld boven heb staan. Wacht, kan je dat zien? Ja, die rieten dingen, dat vind ik een hele leuke stijl met accessoires, een beetje dat soort dingen. Ik zal wel even een paar foto's in beeld doen van hoe het ongeveer wordt van die Pinterest foto's heb ik dan even. Want ik wil het wel zeg maar gezellig vooral, dat vind ik heel belangrijk, maar niet gezellig, want te druk, maar gewoon gezellig, maar wel luxe of zo. Ik weet niet hoe ik het echt uitleg hoe die stijl heet. Oh ja, en ik krijg een inbouwkast. Nou ja, ik weet niet of je het echt inbouwkast noemt, want het is zeg maar, ik heb een schuine, 2 schuine wanden. Ja, hoe leg ik dat uit? Hier heb je zo'n schuine wand en dan komt hier zo de deuren van de kast. En hierachter is dat gedeelte is dan de kast. Het wordt zeg maar helemaal op maat gemaakt en dan wordt het zo'n zwarte houten kast waarschijnlijk met schuifdeuren. En dat is dan mijn, daar komen al mijn kleren in en nog ook nog een paar andere dingen, accessoires of zo die daar een beetje bij horen. Oh ja, ik hou trouwens van deze kamer eigenlijk alleen het bed en de rest gaat allemaal weg. Want dat past gewoon niet bij de nieuwe stijl die ik er zeg maar in wil doen. Dus ik wil ook graag een zwart bureau en iets langer bureau, maar dan wel smaller zeg maar. Het wordt
gewoon heel anders. Dus alleen mijn bed hou ik eigenlijk van deze kamer. En ik krijg ook eindelijk een kaptafel. Want ik heb dat nu doe ik dat op zo'n rare kast. En dat ligt helemaal rommelig en zo. En dat is gewoon echt niet fijn als make-up tafel, zeg maar, om je gewoon klaar te maken. Dat is zo irritant, alles ligt daar helemaal rommelig. Dus ik krijg ook eindelijk een kaptafel met dan waarschijnlijk zo'n laadje erin. En een mooie grote spiegel. Ik wil heel graag een ronde zwarte spiegel, zo'n grote ronde. Met dan even een zwarte spiegel, met een zwarte rand eromheen. En dan ook nog het liefst met van die lichtjes wat er zo achter schijnt. Zo, dat lijkt me echt heel leuk. En dan ook gewoon een beetje leuk inrichten en dan de rest gewoon in laadjes. Dus dat niet alles al op die tafel zo heel rommelig staat. Want dat heb ik nu. Maar in de vlog laat ik ook allemaal zien hoe ik mijn kamer inricht en zo. Dus dat gaan jullie ook echt allemaal zien. Dan voor iemand, vind je het leuk dat je gaat verhuizen? Ja, ik vind het heel leuk. Want ja, ik wil eigenlijk heel graag terug naar waar we eerst woonden. Daar ben ik gewoon opgegroeid. Dus dat vind ik gewoon heel leuk om daar weer naartoe te gaan. We gaan trouwens niet in hetzelfde huis natuurlijk. Maar ergens anders. Maar wel weer waar we eerst woonden. Dan de vraag, wat ga je het meeste missen aan dit huis waar ik dus nu nog woon? Nou, dat is dan denk ik de tuin. Voor de rest denk ik niet echt zoveel. Denk ik gewoon vooral de tuin. Want die is natuurlijk hier wel heel groot. Ik weet niet of je dat wel eens hebt gezien of zo. Maar die is op zich wel groot. Dus dat ga ik dan op zich wel missen. Maar misschien ook weer niet, want onze nieuwe tuin wordt dat gewoon, dat wordt wat mooier gemaakt. Dit is gewoon, het is ook heel veel werk en zo. En sommige plekjes doen wij gewoon echt niks mee. Zo'n heel stuk opzij hier. Dan denk ik, ja, het is allemaal leuk, maar we doen er niet heel veel mee. En sommige dingen zijn ook nog helemaal niet mooi of nog een beetje rommelig of zo. Dus, maar qua grootte, ja, oké. Okay, toen we bijvoorbeeld de tent hier hadden en zo, dat was wel leuk dat het hier allemaal kan. En de nieuwe tuin wordt trouwens niet klein of zo, maar ik bedoel wel kleiner dan dit. Oh, er komt echt gewoon net een vraag binnen. Dat is ook wel een leuke vraag. In wat voor stijl gaan jullie het huis doen? Dus niet alleen mijn kamer, maar gewoon het hele huis. Nou, dat gaat echt heel leuk worden. Daar ben ik heel blij mee. Want we hebben nu een beetje een ouderwetsere stijl, zeg maar. Ik weet niet of jullie het, ja, jullie hebben vast wel ergens gezien op filmpjes of zo, in een vlog. Nou, een beetje wat ouder ingericht. Maar dat komt ook omdat we ook een zo'n open haard erin hebben. En dat past wel gewoon hierbij. Maar ik vind dat zelf eigenlijk geen leuke stijl. En in het nieuwe huis gaan we echt een hele meer moderne stijl doen. Met van die zwarte deuren en zo. En ja, eigenlijk gewoon heel, aan de ene kant heel basic. Van iedereen zegt dan, ja, heel Nederland heeft het zo. Maar wij hebben dat nooit gehad. En ik vind dat juist echt heel leuk. Ik ben heel blij dat we die stijl krijgen. Ik krijg ook een zwarte keuken en zo. Dat het wordt echt heel mooi. Dat gaan jullie nog allemaal zien. Dus die stijl krijgen we eigenlijk een beetje in ons nieuwe huis. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar ja, eigenlijk vooral heel veel de vraag, waarom ga je verhuizen? Nou, die heb ik dus beantwoord. Ja, ik hoop dat jullie hier wat aan hadden aan deze video. Want ik wil het gewoon eventjes als soort van mededeling gewoon even vertellen. Want ik kan wel beginnen met ineens allemaal vlogs. Maar dan denken jullie ook van, huh, ga je verhuizen? Ik moet gewoon even, zeg maar, vertellen. Dus dit is eventjes de mededeling video waarin ik het vertel en even wat vragen heb beantwoord. Dus de vlogs, die zien jullie wel verschijnen de aankomende weken, denk ik. Dus er komen waarschijnlijk even geen andere video's tussendoor, want uiteindelijk dan wordt mijn kamer nog steeds rommeliger en meer dood. En dan is het ook allemaal niet handig om dat te filmen, behalve dan voor die verhuisvlog, want dat is dan de bedoeling. Dus dat zien jullie allemaal. Als jullie nog leuke ideeën hebben of zo, ja, wat voor soort video's of wat je vooral in de vlog wilt zien en zo met verhuizen, of waar je denkt van, oh, wil je een keer hier een video van maken, bijvoorbeeld dat ik deze kamer ga opruimen en alles een beetje ga inpakken en zo. Dat laat ik ook wel zien. Maar laat maar even weten wat jullie allemaal leuk vinden om vooral te zien over de verhuisdingen en zo. En ja, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Als jullie nog vragen hebben, dan zet het even in de reacties als ik ze nog niet hier heb beantwoord. Of DM me gewoon even op Insta, dat kan ook. En doe eventjes een duimpje omhoog. En ik zie jullie als goed is weer bij de eerste verhuisvideo, wordt dat dan, zeg maar, de eerste verhuisvlog. Want ik ga denk ik meerdere delen maken. Anders dan duurt het echt gewoon een maand voordat die hele verhuisvlog online zijn. Dat is gewoon niet leuk om daar zo lang op te wachten. Dus het wordt een beetje verdeeld in eerst in de pakken en dat soort dingen. En daarna verhuizen en dan een beetje de kamer laten zien dat alles echt af is. Dus ik zie jullie bij de eerstvolgende verhuisvlog dan, denk ik.